Ik ben een koekjesmonster en ik lust ze in alle vormen en maten. Wil je weten hoe je deze koekjes moet maken? Kijk dan naar Robert. We gaan mozaïekkoekjes maken. Daar hebben we twee degen voor nodig. Een blank deeg met alleen vanille. En dan komt er nog een deeg bij. Daar doen we cacaopoeder bij en dan hebben we een chocoladedeeg. Eerst het blanke deeg. En zoals alle boterdegen beginnen we natuurlijk met de boter. Boter in een bakje. Daar mogen we de poedersuiker bij doen. De vanille. We doen de eidooi erbij. Vaak wordt zout vergeten, die kun je ook al meteen erbij doen hoor. Een snufje zout. En een beetje melk. Dit mag draaien. De boter hoeft hier in dit geval niet zalvig te zijn. Hij mag mooi stevig blijven. Als het te zalvig is, ga ik een spuitdeeg maken en ik wil een roldeeg maken. Dus als het meeste vocht weg is, zet hem even stil. Alle bloemen bij. Als je bijna goed is, zoals nu, dus de kom wordt wat schoner, dan stoppen we. Pak mijn krabber. Dit laten we gewoon zitten, want we hebben daar nog een chocoladedeeg. Wat is er nou lekkerder dan op een ongelooflijk sombere dag gewoon lekker koekjes te gaan bakken? Nou is het deeg helemaal niet moeilijk, maar wat er lastig is aan deze koekjes is dat er twee kleuren gebruikt zijn en dat je daar patronen van maakt. Klein beetje bloem. In mijn folietje. Het eerste deeg kan in de koelkast. Dan het chocoladedeegje. Eigenlijk hetzelfde. De boter, de suiker. Hier mag je ook vanille bij doen. Hoeft niet per se natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel lekker. Ook al is het een chocoladedeeg. Dit bewaren we natuurlijk weer voor bij de pakketbakkersroom als die nodig hebben. Of een vanillepudding, ijs. Dan hebben we hier de bloem. Daar doe ik de maizena bij. Ik heb wat meer bindmiddel nodig bij cacao. Doe de cacaopoeder bij. En het eiwit doe ik hierbij. Oké. Dit draaien we weer. Het vocht is bijna opgelost, of zo goed als. Alle bloembestanddelen erbij. Een beetje zout natuurlijk. En ook bij dit deeg geldt, als het bijna klaar is, de kom wordt al wat schoner, halen we hem eruit en gaan we verder met de hand. Goed op kleur brengen is echt heel lastig. In dit geval is cacao gebruikt, die moet je goed mengen, want anders wordt de kleur niet mooi. Bloem. Altijd goed plat maken, dan wordt sneller koel natuurlijk. En deze mag ook in de koelkast. Als je patroontjes wil maken, moet je ervoor zorgen dat het deeg heel goed gekoeld is, omdat het anders in elkaar overvloeit en je geen strakke lijnen ziet. Zo, een mooie opgesteven. Vanilledeegje. En het chocoladedeegje. Plastic heb je nog nodig, dus niet wegdoen. Als je heel veel bloemen op de bank hebt, dan wordt het een droog koekje, glijd je alle kanten op, is niet zo handig. En hou het deeg in beweging. Dus niet vast op de bank rollen, wat je heel vaak ziet. Dat is één.
Kijk even of beide koekjes even dik zijn. Beste mensen, wil je nou netjes werken? Dan is het handig om ze 5 minuutjes in de diepvries te leggen. Hoeft echt niet lang, maar heel eventjes aanvriezen. Werkt echt een stuk prettiger. En dat ga ik doen. Oké. Je ziet als het even in de vriezer is geweest dat het veel handiger is om het te hanteren. Gaan puzzelen. Mocht je nou niet goed plakken, dan hebben we dus altijd nog het kwastje met een klein beetje water. We hoeven niet te zwemmen, hè? Handig is om dit even in de diepvries te leggen, want anders snij je dat toch kapot, hè? Gewoon even terug in de diepvries. Het overige deegje gaan we dun uitrollen. Een klein beetje water erop en dan haal ik die andere weer uit de diepvries. U kunt natuurlijk ook een wit deeg pakken, hè? Aan de buitenkant. Ik mag hier aan de vriezer. Stel je voor dat je dit zo over hebt en je doet zo en je rolt, dan heb je ook leuke koekjes, zie je dat? Je kunt natuurlijk alle kanten op met deze deegjes, dus niks weggooien. Oké, ik ga nog een soortje maken. Ik heb evenveel deeg. Die neem ik even in de diepvries. Dit doen we één voor één uit de koelkast halen en even mooi snijden. Weet je wat nou leuk is? Stel je voor je hebt visite. Dan leg je dit in de diepvries. Er komt de visite, een kwartiertje of nou een uurtje van tevoren. Even een paar snijden, bakken, de rest weer terug in de vriezer. Heb je altijd verse koekjes. Goh, ik had bakken moeten worden. Zo, deze weer terug in de vriezer voor de volgende keer, voor het volgende bezoek. Wat gezellig. En nog eentje. Zie je dat je heel leuk koekjes mee kunt maken met restant deeg? Ik ga ze bakken. Koekjes moeten altijd rustig bakken. Deze bak ik op 170 graden. Zo'n 20 minuten.
En de laatste. Tijd om te gaan smullen.